Toen Duitsland België aanviel in mei 1940, trokken Britse en Franse troepen België in om de Duitse opmars te stoppen. Hoe zat dat met Nederland? Waren er Britse en Franse troepen die de Nederlanders kwamen helpen in hun strijd tegen de Duitsers? Het antwoord is ja. Dit hier is het verhaal van de vergeten geallieerde hulp tijdens de Duitse invasie van Nederland. Blijf kijken. Hey, welkom terug op dit kanaal. Als je nou nieuw bent, mijn naam is Stefan. Ik ben een uh, geschiedenisleraar. Ik maak video's over geschiedenis voor jou. Vind je het interessant? Vergeet dan vooral niet te abonneren en druk ook even op het belicoon. Net als aan het begin van de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Veel Nederlanders geloofden dat de Nederlandse neutraliteitspolitiek wederom een succes zou worden. Maar Nederlandse militaire leiders waren daar nog niet zo zeker van. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Duitsland-Nederland niet aangevallen. Maar wist je dat het oorspronkelijke Duitse aanvalsplan, het Von Schlieffen-plan, ook een aanval op Nederland inhield? De Nederlandse opperbevelhebber, generaal Reinders, was er niet zo zeker van dat Nederland wederom. Buiten de oorlog kon blijven. Het Nederlandse leger had een gebrek aan professionele soldaten, training en oorlogsmaterieel. Reinders kwam met draconische plannen om het leger te voorzien van artillerie grote geweren, tanks en vliegtuigen. Maar door jaren van bezuiniging. Kwam hier maar weinig van terecht. Op 28 augustus 1939 mobiliseerde het Nederlandse leger. Dit was twee dagen voor de Duitse invasie van Polen. Zelfs al voor zijn benoeming tot opperbevelhebber discussieerde Reinders met de regering hoe de verdediging van Nederland moest worden aangepakt. Er waren namelijk verschillende verdedigingslinies de IJssellinie, de Grebben-linie en de nieuwe Hollandse waterlinie. Spanningen tussen de regering enerzijds en Reinders anderzijds leidden ertoe dat Reinders ontslag nam. 31 januari 1940 Hij werd vervangen door generaal Henry Winkelman. Met de beperkte middelen die Winkelman had, koos Winkelman voor de Grebben-linie als hoofdweerstandsstrook. De gebieden voor deze linie werden onder water gezet, geïnundeerd. Dat water was te diep om met een voertuig doorheen te rijden, maar te ondiep om er met een boot doorheen te varen. Het gebied bij de Grebbeberg, berg zegt hem al, kon niet onder water worden gezet, dus Winkelman verwachtte daar een aanval. Toen Winkelman in de late avond van 9 mei 1940 zijn kantoor verliet, zei hij tegen een collega: Nu kunnen de heren, de Duitsers, komen. Wij hebben alles eraan gedaan wat wij kunnen. Ik ga naar huis een paar uur slaap pakken. En vier uur later zetten de eerste troepen voet op Nederlandse bodem. De Duitse invasie van Nederland was begonnen. De eerste troepen die Nederland aanvielen waren troepen verkleed in Nederlands uniform. Hun doel was om zich naar de IJsselbruggen te begeven en de springladingen te ontmantelen. Veel van deze infiltratietroepen werden onderschept door Nederlandse grenswachten. Een deel wist door te gaan naar de IJssellinie, maar toen ze daar aankwamen waren de meeste bruggen al opgeblazen. Na wat korte gevechten trokken de Nederlandse troepen zich terug van de IJssellinie naar de Grebbelinie. Ondertussen bewogen de Duitsers zich door het noorden en het zuiden van het Nederland zonder al te veel weerstand. Ze braken er door Peelramenstelling heen. Luchtaanvallen werden uitgevoerd op specifieke doelwitten en luchtlandingstroepen werden bij Dordrecht, Rotterdam en Den Haag aan de grond gezet. Bij Den Haag werden zij verslagen. De slag om de Grebbeberg duurde tot 13 mei. De Duitsers braken hierdoor. Dat lukte ze niet bij de afsluitdijk. Duitse luchtlandingstroepen bij Rotterdam kwamen eveneens vast te zitten. Rotterdam werd op 14 mei gebombardeerd en de volgende dag. Gaf Nederland zich over. Met uitzondering van de provincie van Zeeland. Daar bevonden zich nog geallieerde troepen. Die moesten zich eerst terugtrekken. Maar toen deze terugtrekking voltooid was, werd ook Zeeland bezet. Sommige mensen beweren dat anders dan België Nederland er alleen voor stond tijdens de Duitse invasie. Maar dat is dus niet helemaal waar. Want de geallieerden beloofden militaire steun zodra de Duitsers Nederland aanvielen. En hebben deze steun ook geleverd. Zij het beperkt. Bij de havens van Hoek van Holland arriveerden op 10 mei 1940 al zo'n 100 Britse troepen. Zij moesten objecten die van waarde waren voor de vijand vernietigen. Twee dagen later kwamen er nog eens 200 Britse mariniers aan wal. Er werd beloofd dat meer troepen spoedig zouden arriveren. En dat gebeurde ook in de nacht van 12 op 13 mei. Toen verschenen er verschillende Britse schepen. En het bataljon van de Irish Guards. Zetten voet aan wal. Ze werden geleid door Luitenant-kolonel Hayden. Hayden had van het Britse opperbevel de volgende instructies ontvangen. Bij het ondersteunen van die operaties zult u elke aan uw bataljon toegewezen taak vervullen, indien u die als een redelijke oorlogsoperatie beschouwt. U zult echter niet onder zijn, Nederlandse commandant ter plaatse, bevelen komen en zult niet aarzelen aanvragen voor hulp te weigeren die naar uw mening een nutteloze opoffering. Van uw mensen met zich meebrengt. Stel als de Nederlandse regering Den Haag zou verlaten, dan zouden de Britse troepen onmiddellijk terug moeten trekken naar de Hoek van Holland om daar geëvacueerd te worden. Met woorden als naar uw mening een nutteloze opoffering van uw mensen met zich meebrengt, ja, dan wordt het nogal een betrekkelijke flexibele instructie. Want dan lag het er helemaal aan de Britse commandant ter plaatse die bepaalde. Welke troepen waar en hoe werden ingezet. Dit leidde tot teleurstelling onder de Nederlanders. Ze hadden gehoopt dat de versterkingen zouden helpen met de strijd tegen de Duitsers. Maar waar het op neerkwam, was dat Haydn ieder verzoek van de Nederlanders naast zich neerlegde. En hij groef zich in. Rondom Hoek van Holland. Hij weigerde bijvoorbeeld zijn troepen op te laten trekken naar Den Haag. En toen hij later leerde dat Den Haag veilig was, omdat de luchtlandingsoperaties bij de vliegvelden rondom Den Haag waren mislukt, zag hij de noodzaak al helemaal niet meer. Ook weigerde hij op te rukken naar Rotterdam, een stad die inmiddels in de frontlinie lag. Hij geloofde dat Rotterdam veilig was. Hij geloofde ook dat de Fransen de Moerdijkbruggen in handen hadden, wat niet het geval was, en Volgens de Nederlanders was het moreel van de Britse troepen erg laag. Britse schepen waren nog wel bereid om te vuren op de Duitsers zodra die zich vertoonden. Alleen toen de Nederlanders bijvoorbeeld een aanval op de Staalduinse bossen wilden openen, waar overblijfselen van de Duitse luchtlandingstroepen zich ophielden, weigerden de Britten ook hieraan mee te doen en moesten de Nederlanders deze aanval zelf uitvoeren. De aanval werd uiteindelijk een succes. Enkele Duitsers werden gedood, andere gevangen genomen en de rest sloeg op de vlucht. Op 13 mei bestookten Duitse bommenwerpers de Britten rondom Hoek van Holland. Dit zorgde voor paniek. En deze paniek werd alleen maar vergroot toen het gerucht ging dat Rotterdam was gevallen en de Duitse troepen onderweg waren. Nou, dit was dus niet het geval. Rotterdam was nog niet gevallen. Het zou pas de volgende dag, op 14 mei, worden gebombardeerd. In alle el gingen de Britten aan boord van hun schepen. Nog zonder dat er orders voor waren uitgevaardigd. Laten we eens gaan kijken naar Frankrijk. De Fransen stuurden troepen naar twee provincies. Naar Zeeland en Noord-Brabant. We kijken eerst even naar Noord-Brabant. De Duitse hoofdaanval kwam door Noord-Brabant. En het idee was dat de Duitsers over de Moerdijkbruggen zouden stoten naar Dordrecht. om zo het hart van Holland in te trekken. De Franse troepen die Noord-Brabant inkwamen. stonden onder bevel van Henri-Honoré Giraud. Giraud hoopte, ook al voor de Duitse invasie. dat er een gemeenschappelijk Frans-Brits-Belgisch-Nederlands front kon ontstaan. Maar dit heeft dus niet plaatsgevonden. Toch hebben de Fransen een poging gewaagd. Nou, Giraud was niet onder de indruk van de Nederlandse troepen. En hij geloofde dat Noord-Brabant een zwak punt was, dat verdedigd moest worden. De vroege morgen van 10 mei 1940 raesden zijn Franse troepen door België naar. De Nederlandse grens. Deze troepen werden aangevoerd door Luitenant-kolonel Lester Kouaï. Pas in de avond kwamen ze aan in Breda. Dat had onder andere te maken met dat er nog wegversperringen waren opgeworpen tussen de Nederlandse-Belgische grens. En daar trof hij de plaatselijke Nederlandse commandant Schmidt. De Fransen zouden posities opnemen achter het Wilhelmina-kanaal tussen Tilburg en Oosterhout. Schmidt werd gevraagd of hij zijn troepen tussen Oosterhout en de Belgische grens kon opstellen. En de Belgische 18e divisie zou zuidelijk daarvan worden gestationeerd. De Fransen zouden zich niet verder dan Tilburg opstellen. Nadat een aantal dingen overeen waren gekomen, kwam de bijeenkomst ten einde. En Les was niet te spreken over de plaatselijke situatie van de Nederlanders en uitte zich negatief. Tegen een Belgische officier die hij onderweg naar Nederland had opgepikt en functioneerde als tolk. En toen de Franse soldaten Nederlandse soldaten zagen terugtrekken vanuit de Peelraam-linie, vergrootte dit de negativiteit. Sommige Franse troepen spraken van de Nederlandse soldaten als verraders en noemden hen de Moffen uit het Noorden. Schmid verplaatste zijn hoofdkwartier naar Breda. Toen hij daar aankwam, bleek de plek verlaten te zijn. Hij race daarom terug naar Tilburg. Hij vergat een afslag en werd gevangen genomen door de vijand. En omdat de Duitsers zuidelijk waren doorgebroken, moesten ook de Fransen zich terugtrekken. Zij voerden nog wel wat achterhoedegevechten en ook hebben zij een halfslachtige aanval uitgevoerd op de Duitse posities bij de Moerdijkbrugge. Maar dit verliep allemaal zo langzaam dat de Duitsers alle tijd hadden om de luchtwaffen in te schakelen die de Fransen genadeloos onder vuur nam. Hierbij kwamen 32 Nederlandse burgers om het leven en tientallen Franse soldaten. Werkelijkheid is dat generaal Winkelman Noord-Brabant al had opgegeven nog voordat de Duitse invasie begon. Maar Noord-Brabant was juist zo vitaal voor een mogelijke geallieerde samenwerking. De Fransen trokken ook Zeeland in. Ze werden geleid door Marcel Delorand. Franse troepen die aan wal gingen bij Walcheren werden geleid door generaal Durand. Durand was niet te spreken over de opstelling van de Nederlandse troepen ter plaatse. Hij en de Nederlandse commandant ter plaatse kwamen niet tot een overeenkomst over hoe de verdediging van Zeeland geleid moet worden. De Nederlanders hadden twee linies opgeworpen: de Badlinie en de Zandijklinie. De Zandijklinie was de belangrijkste linie. Hier was Durand het niet mee eens. De andere eilanden werden namelijk niet verdedigd en hij vreesde dat de Duitsers via de andere eilanden de Nederlanders in de rug zouden aanvallen. Berichten die de Nederlandse troepen op 12 mei ontvingen waren weinig positief en op 14 mei nam de Duitse artillerie de Badlinie onder vuur. Het zorgde voor paniek en de Nederlandse troepen trokken zich in alle eil terug. En dit had een negatieve invloed op de Nederlandse soldaten die gestationeerd waren bij de Zandijklinie. Die zagen hun kameraden in paniek op zich af te komen. De Franse troepen namen geen deel aan de verdediging van de Zandijklinie. Zij waren namelijk gestationeerd achter een kanaal achter de Zandijklinie als mede noorden van Zuidbeveland. De Zandaglinie viel op 15 mei. Op 16 en 17 mei werden tolen en Schouwen Duiveland veroverd door de Duitsers. De Fransen waren wel optimistisch over hun verdediging bij de Sloedam, omdat zij zich op een eiland bevonden, het eiland van Walcheren. Op 17 mei werd een Duitse aanval afgeslagen. Wat volgde was een artillerieduel. En tijdens deze barrages werd het historische stadscentrum van Middelburg. Met de grond gelijk gemaakt. De loefwaffen nam de Franse verdediging genadeloos onder vuur. En toen de Duitsers een aanval lanceerden, sloegen vele Fransen op de vlucht en anderen gaven zich over. Nederlandse troepen waren al teruggetrokken. En zo namen de Duitsers bezit van Walcheren. Er waren nog wel wat schermutselingen hier en daar, maar de meeste soldaten van het Nederlandse leger gaven zich zonder slag of stoot over. En dit bracht de Franse terugtocht per schip in gevaar. De Fransen voerden felle achterhoede gevechten en werden geleid door generaal Marcel Delorand. Delorand vocht tot het einde en kwam om het leven in de strijd. Ziels Vlaanderen werd niet echt meer verdedigd. En de Fransen en ook wat Nederlandse troepen trokken zich in alle eil terug. De laatste Nederlandse troepen verlieten Nederlands grondgebied op 19 mei. Nu was de Duitse bezetting van Nederland een feit. Als je meer wilt weten over het Nederlandse perspectief op deze Duitse bezetting, klik dan hier. En ik had het over de slag bij Den Haag, de slag om Ipenburg, onder andere. Daar heb ik een interessante video over gemaakt. Die vind je hier. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet deze video ook niet te liken. Laat een bericht achter wat je van deze video vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Maar weer.